Wat mag aan gelden, dames en heren? Vergeet die niet. Rugby Huisman fietst nog internationaal. Dat is niet de eerste, de beste. We gaan naar jongens van 15 jaar en daar staan ook zeker allemaal niet de eerste, de beste. Dat zijn de heren die het allemaal tot de finale hebben gebracht. Bijvoorbeeld voor de Heineclub, Richard Palsma. Voor Dennis Zwart, Stijn Papot. Voor Apeldoorn, Desmond Vanderbroek. Voor de Lost Pointers, Ruben Mars. Even kijken, voor Apeldoorn, Timo Wissing. Amasoya, Leroy van Hassel. Unitas Assen, Speedy Gonzalez, Wesley Tisch. En finally, de man in vorm voor Apeldoorn, Quinn Jansen. Heren, allemaal veel succes. Ja, en er zijn er zeker 6 dames en heren die die trui kunnen gaan ophalen. Zeker 6 in deze formatie. En er wordt een gas gegeven natuurlijk door de veel vaste starter. Especially Speedy Gonzalez. Die staat natuurlijk bij uitstek. Opgetekend zijn er de very fast starter. Maar dan gaat het toch power on the pedals gaan dan spelen. Dan gaan we kijken wat er van de conditie over is gebleven. Na al die ritten vandaag ook tot en met die halve finale. En dan gaat hij aankomen. Quinn Jans aan de binnenkant. Gaat die aanval openen op Especially Speedy Gonzalez. Maar die gooit die deur dicht en dan wordt het een spannende finale, dames en heren. Kijk, daar komt hij aan. Hij komt te laat. Het is Wesley Speedy Gonzalez.